Goedenavond kijkers naar Loes. We zijn op dit moment te gast op de gedenkplaats in Haren. En u kunt het al lezen om nooit te vergeten. Bij deze uitzending willen we niet zozeer stilstaan bij de geschiedenis van de gedenkplaats. Maar we willen ons meer richten op de huidige tentoonstelling die momenteel te zien is in deze gedenkplaats. Bij mij zijn Marinus van Baast. En Rien Paaijmans. Deze twee heren zullen u alles vertellen over hetgeen wat tijdens deze tentoonstelling te zien is hier in de gedenkplaats in Haren. Ja. Dan gaan we hier beginnen bij dit schilderij en dan kunnen we zien welke mensen er hier in de 40-45 gevangen hebben gezeten. Dit was het oude seminarium en hier waren heel veel kamertjes, dus hier konden ze heel veel mensen opsluiten. Je ziet hier de volgorde van mensen die uit Amersfoort hier kwamen en hier gevangen werden gezet. De Indonesische gijzelaars, de preventieve gijzelaars, gevangenen en telkens gingen ook mensen weer van hier door naar Beekvliet, de Ruwenberg of naar Vught. Alles bij elkaar hebben hier zeker 3200 mensen gevangen gezeten uit alle groepen. En is dat maar eens over de hele periode van 41 tot 45? Ja, van 41 tot 45 hebben er ongeveer 3200 mensen gevangen gezeten. We beginnen bij de Amersfoorters. Die mensen die werden hier voor hand- en spandiensten naartoe gebracht. En om mensen op te vangen die hier allemaal gevangen werden gezet. Dan krijgen we meteen daarop de Indische gijzelaars. In die tijd was Indonesië, dat was nog Nederlands grondgebied. En daar werkten veel Duitsers. Dus men was eigenlijk bang dat de Duitsers ook Indonesië zouden overnemen. Wat deed men? Daar werden een heleboel Duitsers gevangen gezet. Oh, zei de Duitser, dat kunnen wij ook. En alle mensen in Nederland die iets met Duitsland of met Indonesië te maken hadden, die werden hier vastgezet. En er waren er ineens groepen, op een bepaald moment een groep van 800 mensen, die werden allemaal naar hier gebracht, zijn nadien ook weer naar Beekvliet en naar de Ruwenberg in Sint-Michielsgestel gebracht. De preventieve gijzelaars, hier zie je ook weer, dat zijn weer mensen die die in verbinding hadden met het koninklijk huis. Je had ook mensen die iets in de politiek of, maar vooral mensen die invloed hadden, die werden hier vastgezet. En als dan op een bepaald moment ergens een trein vanuit Duitsland kwam met munitie en de ondergrondse die blies die trein op, dan zeggen ze, oh, dan werden er hier enkele uitgezocht en die werden dan gefusilleerd. Ofwel in Vught of op andere plaatsen. Dus dat is. Maar hier hebben dus ook gezeten de vader van Ruud Lubbers bijvoorbeeld, maar ook Frits Philips die een paar jaar geleden overleden is. Dat zijn allemaal mensen die in die tijd best invloed hadden en hier allemaal gevangen hebben gezeten. En zoals ik begrepen heb, Marinus, is de opzet zo dat je vanuit eigenlijk al die groepen gijzelaars die hier gevangen gezeten hebben, dat jullie eigenlijk uit elke groep één persoon hebben genomen en die staat eigenlijk, is de personificatie van de hele groep, de Amervoortse. Ja. Amervoortse, okay. Ja. Okay. En dat zijn dus deze mensen hier, hè? U ziet het hier, Edne van der Heijden, Kees M. Doske, Jan Agina, Sjef Bukkens, Jan Krewe, Jan Kampert en André Vissers. En André Vissers tenslotte, dat is een gevangene uit Haren, een gemeenteambtenaar uit Haren. Ja, deze mensen zijn hier, dat kun je ook zien, want de tentoonstelling die gaat dit jaar bijzonder over, eerste plaats, over de gevangenen, maar over deze mensen en hun familie en nabestaanden. Okay. Ja, dus dat. Oh, lijkt me wel interessant. Ja. Interessant onderwerp. Dat is heel interessant. Jullie hebben permanente tentoonstellingen met wisselende onderwerpen. Of is het altijd een vaste tentoonstelling? Daar is daar in die. Daar komen we dadelijk nog op. Okay. Daar heb je dus een permanente tentoonstelling. En achter in de kapel, en hier ook deze gangen, dat is telkens, ieder jaar wordt dat aangepast voor het waar de toestelling over gaat. Oké. Okay. Ja. Nou, hier hebben we wel nog even prima. Wat aangebreid. We hebben dus verschillende boeken uitgeschreven
En dat zijn Amersfoorters, Innerschijzers. En daar kun je dus een hele serie zien die naast je zit. Maar specifiek hebben we in de tentoonstelling zelf deze namen. Maar dit zijn de groepen als zodanig. Ja, ja. Dus dat is een samenvatting of een beschrijving over de groepen die hier gezeten hebben. Wat Marien dus eigenlijk al een klein beetje vertelde. Ja, ja. Dus het zijn dus diverse groepen waarover de tentoonstelling ingericht is. Ja. Dus ik sta ervan te kijken dat er zoveel, zo'n diverse, ja, en 3200, dat vind ik dat is heel veel. Een ja. groot aantal voor, ja. Ja, het is eigenlijk nog veel uitgebreider, want ja. als je dus op een gegeven moment gaat met de verschillende groepen in van Hengeland spelen, Hannibal spelen, alle verzetsgroepen, de Wim, de Zwantje, noem maar op, en dan is het zo uitgebreid dat je eigenlijk dus voor een... Dat de boom het bos uiteindelijk niet meer ziet, nee, en dat is ook niet de bedoeling. Voor mensen die niet ingewijd zijn, is het dan, wordt het dan heel erg moeilijk. Het moet ook te bevatten zijn natuurlijk voor iemand. Zullen we dan gaan kijken naar de permanente tentoonstelling? Dat we daar een indruk van hebben. Ja. En dan gaan we naar de huidige tentoonstelling. Ja, zeg ja. maar. Wanneer zijn jullie geopend? Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Dat is heel belangrijk. De eerste woensdag van de maand. Ja. Van 10 tot 4. En dan de maand juni, augustus. Elke woensdag van 10 tot 12 een rondleiding. Ja. Kost 2 euro. En dan op aanvraag van groepen. En dan moeten 10 tot 15 man, en dan kunnen ze, kost 2 euro, en dan kunnen ze dus een rondleiding krijgen. Ja. En die duurt ongeveer anderhalf uur, maar soms is het te kort. Ja. Heeft u daar eventueel een foldertje van? Dan kunnen we dat eventueel onder de uitzending zetten. Ja? Oké. Geven we direct op. Oké, dankjewel. Permanente tentoonstelling die hier altijd is. En daarnaast hebben we dus die wisseltentoonstelling waar we het straks over gehad hebben. Dit is een tentoonstelling die blijft van begin tot het einde hier. En dat zijn eigenlijk dus de uitleg hoe de oorlog een beetje in elkaar zit. De bron van ellende begint in 1933. Eigenlijk begint die al eerder, want Hitler die is in 1418 is ook al militair geweest. Hij wordt nooit geen maarschalk, maar hij wordt wel een vervelende jongen. Zijn naam is niet goed en schilder kon niet zo goed. En wat dat betreft hebben we heel veel last van gehad. Ja. En eerst krijg je dus de politiek achter zich en dan het leger. Ja. En na het leger, dat komt dan na 33 en 39, dan krijg je dus het Venlo-incident en dan is de hel los. Ja, ja. En dus dit is eigenlijk ook een opbouw van het begin van de oorlog, zeg maar nog in Duitsland. En dan zeg maar min of meer het vervolg of het verloop. Dit is het dagelijks leven uitgebreid. Tijdens de oorlog. Tijdens de oorlog. Ja. Zandzeepersoorden kent iedereen. De knijpkat uit Vught kennen ze. De zeep die komt uit Oosterwijk. Dat is van de Brunninkmeijer. Dan heeft dus het geloof. Het geloof van de paus die doet ook mee. Want die heeft ook een geheime dienst. Maar goed, dat is en is natuurlijk ook te uitgebreid om daar op dit moment op in te gaan. Maar dit kunnen de mensen eventueel als ze willen ook altijd bezoeken, permanent. Ja. Ja. En Marinus, wat wou jij ervoor zeggen? Nee, je ziet daar in die foto, dat is de burgemeester van Haren. En dan worden uit de kerk worden de kerkklokken gehaald. Ja, ja. In al de dorpen hier, dat was ook in Es en dat is in Haren, overal. In Helvoort, daar werden al die, en die kregen wij naar de rand weer terug als granaten. Ja, zo werkte dat. Hè. Ah ja, in Es hebben ze het geluk gehad dat ze nog één klok terug hebben kunnen vinden. Ja, ja. Want daar hadden ze met witte verf Es opgeschilderd. Ja. En die werden allemaal opgeslagen in Tilburg. Ja, bij maar in Haren, daar hadden de oude toren, Lambertus-toren, daar ginder. En daar hingen klokken, maar ook in de Lambertuskerk gingen klokken en die zijn allemaal meegenomen. Ja, ze hebben ze allemaal meegenomen in die tijd. Ja. Oké. Okay. Hier zijn we dus weer bij een volgende vitrine, Marinus. Waar vinden we? Ja, er zijn een paar kleine, heel interessante dingen. Daar zie je een heel klein scheerapparaat liggen. Dat zijn een van de eerste scheerapparaten. Ja. En Frits Philips heeft hier gevangen gezeten. Ja. En dat is het scheerapparaat van Frits Philips. Is het deze? Dat is dat scheerapparaat. Het lijkt meer op een zoutvaatje. Ja. Maar het is een scheerapparaat. Een van de eerste. Ja. En Philips, hier was boven op die kamertjes van de studenten, van de priesterstudenten, was helemaal geen stroom. Maar voor de heer Frits Philips werd apart stroom aangelegd dat hij zichzelf kon scheren. Dat hij zich kon scheren, ja. Dat is heel mooi, hè? Ja. Ja. Dan krijg je daar van Haren, maar ook Beekvliet, omdat Haren was heel sterk toch verbonden met Beekvliet, omdat veel gevangenen van hier weer naar Beekvliet gingen enzovoort. Kwamen er ook gevangenen van Beekvliet naar hier?
Nee, zijn geen gekomen. Nee. Enkel voor te voetballen. Ja. Of wanneer ze dus iets moesten doen, iets ophalen. Ja, ja. Voor de gevangenen. Van, ze kwamen bedden tekort in Beekvliet en die kwamen ze dan hier ophalen. Die gingen naar Beekvliet. Ja. En wat is de reden dat er dus eigenlijk wel van hier mensen naar Beekvliet gingen, maar niet omgekeerd? En dat heeft te maken eigenlijk met de gijzelaars. De gijzelaars zijn mensen die opgepakt zijn om andere redenen dan als gevangenen. Oh, okay. En die komen dan hier tot eerst Indische gijzelaars, waar we het net al over gehad hebben. Ja. En dan krijgen we de andere gijzelaars en die gaan in januari, dan zijn ze hier allemaal weg, 43. En dan worden hier echt politiegevangenis, waar dus alle gevangenen in. Oh, okay. Dus er is duidelijk een verschil van een tijd, zeg maar, tijdens die periode van gijzelaars die hier gezeten hebben. En duidelijk een verschil van echte gevangenen die hier gezeten hebben. En het verhaal is nog steeds dat het de gijzelaarskamp is, maar dat weten de meesten niet. En zelfs archivaris zeggen ooit, het is de gijzelaarskamp in Haren, maar verder is niets. Maar ze hebben dus nooit niet verder doorgestudeerd. Ja, maar ja, dat is meestal. Ik zeg altijd, de mensen die betrokken zijn bij de historie in die directe omgeving kunnen daar het meest over vertellen. Ja, ja. Dan zullen we kijken naar die andere vitrines. Twee mensen die werkten op het gemeentehuis in Haren. Deze zorgden voor vervalste papieren van alle onderduikers, ook voor Joodse kinderen. En deze mensen die hebben het met hun dood moeten bekopen, want op een gegeven moment toen hebben zij een overval gepleegd op het gemeentehuis en daardoor heel de administratie in de war gebracht. En doordat ze, dat werd natuurlijk op een bepaald moment ontdekt, zij zijn naar Duitsland afgevoerd over verschillende kampen en uiteindelijk van de ellende in Duitsland gestorven. Dus deze vitrine, Marine, zegt eigenlijk meer over de gemeente Haren zelf. Het gemeente Haren zelf. Ja. Dan staat daar een mevrouw daarboven met dat lijstje. En deze mevrouw, dat is Tove Meer. Ja. En deze mevrouw heeft ook in het ondergrondse verzet, dat is ook eigenlijk, kun je gerust zeggen, een heldin. Ja. Want die heeft heel veel voor mensen gedaan, ook voor Joodse kinderen. Ja. En hier zie je een Joods kind. Dat zat bij mijn peetoom, zat dat ondergedoken. Ja. Dat heb ik zelf nog verschillende keren gezien. Die kwam bij ons thuis spelen. En dat, maar zij had dus verschillende Joodse kinderen waar zij voor zorgde. Ja, ja. En even nog een kleine anekdote daaronder. Ja. Dus bij juffrouw Tove Meer zat mijn zus, ons Mien, die zat bij haar in de klas. En na de oorlog, toen moesten ze allemaal opstel maken hoe dat de bevrijding was gegaan. Ja. Heeft mijn zus, die heeft daar dat opstel gemaakt, hoe dat de bevrijding op de Neezakker gegaan was en hoe mijn vader gesneuveld was. Ja, dat is het eind van de oorlog. Ja, het eind van de oorlog. En daaronder, daar zie je allemaal foto's. En dat zijn allemaal foto's van boerenstallen. En wij zaten allemaal bij een boer op stal, omdat de school was in beslag genomen. Ja. En dan zaten die kinderen, zaten allemaal, iedere klas zat op een bepaalde boerderij. En zo heb ik ook in zo'n boerderij gezeten daar. Ja. Ik heb hier op de Kantstraat bij ook in zo'n boerderij gezeten. Ik merk wel dat er hier zoveel te zien is, dat we eigenlijk hier wel een paar uur door zouden kunnen brengen. Ja. Nou, het is in ieder geval een duidelijke aanbeveling voor zeker ook mensen hier uit de omgeving die hier met vakantie zijn of die eigenlijk, ook jongeren die eigenlijk weinig weten van de oorlog, direct weten van de oorlog. Zeker een aanrader, ik kan het u echt aanraden, want hier is echt hartstikke veel te zien om hier eens een kijkje te komen brengen. Rien, zullen we dan nou naar de tijdelijke tentoonstelling gaan? Dan komen we weer terug bij ons beginthema over de groepen gijzelaars die hier gevangen gezeten hebben. Maar ik moet eerlijk zeggen, het ziet er allemaal ontzettend goed en netjes verzorgd uit. Het is, ik vind het heel indrukwekkend. En hebben jullie wandkleden allemaal niet gehad? Hè? Nee. Op zich een verhaal apart allemaal. Ja. Ja, ik zie wel dat er zoveel te vertellen is over deze tentoonstelling dat we zeker nog een keertje terug zullen moeten komen. Iedere foto heeft zijn eigen verhaal. Ja, elk voorwerp in principe. Ja, elk voorwerp ook. Ja. En dan gaan we kijken naar de permanente, de tijdelijke tentoonstelling. Komen we nog wel een keertje terug voor de permanente. Die verandert niet. Nee, die verandert. Rien, we staan hier bij de eerste groep, de Amersfoorters. Ja? En dat is Edith van Heijden. Zijn vrouw was communiste. En in Friesland en Groningen zaten veel communisten en die werden dus opgepakt omdat hij de Noorderlicht, dat was de voorloper van de waarheid, hadden ze ontdekt en toen hebben ze ze opgepakt en zijn ze naar Amersfoort gegaan. En van Amersfoort werden ze geselecteerd en die werden ze naar hier toegestuurd, waar ze dus hand- en spandiensten moesten verlenen voor de gijzelaars die hier zaten.
hen kwamen. Mm-hmm. Hij was automonteur, hij repareerde alles. Het mooie is eigenlijk van de eerste foto die ik gezien heb, dan staat er op een gemeentewapen van Haren. Hij heeft ook een persoonbewijs gekregen van Haren, omdat hij nogal dikwijls buiten de poort ging. En hij moest zijn eigen ook kunnen legitimeren. Ja, ja. En dat mocht wel. Die gijzelaars mochten ze ook wel buiten? Nee, dit zijn gevangenen. Zijn dit gevangenen? Dit zijn gevangenen. Ja. Maar het zijn niet de gevangenen die dus naderhand binnenkomen. Want okay. Het is een aparte groep. Dat zijn de gevangenen, dat zijn de Amersfoorters. Ja. Maar die blijven steeds onder verantwoordelijkheid van Amersfoort. Oké. Okay. Ja. De nabestaanden zijn dus een paar jaren geleden, voor het eerst in oktober kwamen ze hier in de buurt. En toen hadden ze iets over haar. Ja, daar waren ze wel eens ooit geweest. En omdat de Van der Heijden ontsnapt is het haren en naar de rand bij Lau Simons ondergedoken heeft gezeten, hadden ze wel ooit iets over Simons gehoord. En die woonde in S. Maar die woonde niet in S. Die woonde in Heenzakker. Ja. Alleen wisten ze niet dat S en haren nog een beetje gescheiden was. En dat vind ik dus eigenlijk wel leuk. Ja. Ja. Dus jullie hebben ook heel veel spullen hier in de tentoonstelling die aangereikt zijn, of die jullie ontvangen hebben van nabestaanden. Het zijn allemaal dingetjes die we aangereikt hebben van of van de mensen zelf of van de nabestaanden. Ja, oké. Okay. Dan zullen we naar de volgende. Daar staan we eigenlijk bij de tweede groep gijzelaars. En dat zijn de Indische gijzelaars. Marinus? Ja. Daar heb ik straks ook al over verteld dat veel Duitsers in Indonesië werkten. Ja. En dat de Duitsers als represaille alle mensen die iets met Indonesië te maken hadden, dus hier oppakten. En die werden allemaal hier in Haren vastgezet. Waaronder... ook hier de heer Doske, Jan Doske, en zijn zoon, die het allemaal nog precies wist. Die woont op dit moment woont hij in Vught hier. En die woont hier vlakbij. En die. Hier zie je nog een. Wacht even. Ja. U ziet daar op de beeld nu de heer Doske. Ja. En die woont in Vught. En zegt. Hij zegt, ja, het leven is belangrijker dan al het leed wat we gemaakt hebben, wat we meegemaakt hebben. Want in de tijd hier, ik hoor het hier ook van Tove Meer zeggen, uit Haren, die zegt, nou, dat is voorbij, laat het maar. Veel mensen, ook in de gijzelaarskampen, die vinden het genoeg allemaal. Ja, het moet ook een keer natuurlijk afgesloten, maar het is nooit af te sluiten, want het is natuurlijk een stuk historie, een stuk verleden waar gewoon... Je neemt zelf altijd, er iets zelf van mee. Ook, je neemt het altijd mee. Ja. Maar van de andere kant moet het inderdaad ook een keer, Het tragische van deze eigenlijk helemaal. Vader die is in dienst gegaan in 1939, is in kamp terechtgekomen. Na vier jaar werd hij in Vught vrijgelaten en wou teruggaan naar Limburg, waar hij directeur was van de Roermondse krant. Ja. Dan is de hele familie is geëvacueerd en die zouden naar Friesland afreizen. En die komen in een trein in Duitsland terecht, waar ze onder vuur worden genomen door de Engelsen en worden met granaten beschoten. Moeder en twee broers overlijden en Jan die is 12 jaar en die komt in een SS ziekenhuis terecht en uiteindelijk komt hij dan in Friesland en heeft dus voor 2 jaar geleden pas voor het eerst zijn verhaal verteld. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook, ik zeg al, het is een stuk verleden waar mensen meegemaakt hebben en ja, ik zeg, het moet op een gegeven moment ook een plek krijgen, maar dat gaat voor de een makkelijker dan voor de ander. Hè? Ja. Maar ja, dat telt hetzelfde voor de Indiëgangers die meteen na de oorlog naar Indië gingen.